Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is donderdag 13 juni en in Hoboken is er een huis ingestort. Duitsers supporteren voor de Rode Duivels. En we hebben 3 extra medailles beet op het EK Atletiek. De 4e gouden medaille voor de Belgische Tornado's op een Maar eerst hebben we het in deze Insider over herbruikbare bekers. Zijn die echt zo milieuvriendelijk als we denken? Mijn naam is Saar van Olme en dit is The Insider. Ik heb het nodig. Zie je dat? Moeder, ik heb het nodig. Stort geld. Goh. Zij die geen bekers rapen, die zijn eigenlijk dom. Wij hebben de glitch gevonden in de game. De bekerrapers. Ze waren deel van het cultureel erfgoed van onze festivals. Zeker op de laatste dag, als wanhopigen met een lege portefeuille nog snel wat bekers bij elkaar zochten voor een pintje bier. Maar dat is vanaf dit jaar gedaan. Vanaf nu is het bekertje bijhouden en zien dat je hem niet kwijtspeelt. Bij ons zit Kim Clemens, reporter bij het Nieuwsblad. Dag Kim. Dag Saar. Hey. Ja, je bent in die wereld van herbruikbare bekers gedoken, hè? Ja, inderdaad. Ja. Heb jij er eigenlijk goede ervaring mee met zo herbruikbare bekers op festivals? Ik was eigenlijk niet zo'n grote fan. Nee? Nee, ik vind dat niet zo'n... Allee. Puur uit praktische overweging. Ik vind het is dat een niet... gedoe, hè? Ja. Je moet het bijhouden, je moet het dan proberen weg te steken. Ja. Als je van voor staat met je drankje, is het toch wel iets gemakkelijker om gewoon een bekertje op de vloer te gooien, om zo te zeggen. Praktisch wel, inderdaad. Maar we gaan het over de milieuvriendelijkheid ervan hebben. Ja, daar gaan we zo meteen wat meer op ingaan. Maar misschien moeten we even beginnen met de regeltjes, hè? Hoe zit het nu eigenlijk, Kim? Want ja, moeten die festivals die nu wel gebruiken of niet gebruiken? Want vorig jaar was het nog met uitzonderingen en zo. Kan je dat eens vertellen? Hoe zit dat nu eigenlijk? Wel, eigenlijk zijn evenementen eigenlijk al sinds 2020 verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken. Amai, sinds dan al? Sinds dan al. Maar je hebt al gemerkt dat er eigenlijk al jaren nog steeds wegwerpbekers overal te gebruiken zijn. En dat is omdat er een overgangsmaatregel was. Dus evenementen die wegwerpbekers goed verzamelden, tot 90% en vanaf 2022 95% van die bekers moesten ze terug inzamelen om te recycleren. Mm-hmm. En dan mochten ze die blijven gebruiken. Ah, ja. En vorig jaar was er een uitzondering voor de 4 grote festivals en een 20-tal kleinere. Ja, die hadden die Tomorrowland, Rockwerchter, die festivals. Ja, Graspop en Pukkelpop, dat zijn dan de 4 grote. Die hadden die gevraagd omdat die nog met heel veel stok zaten van die wegwerpbekers. Of recycleerbare bekers noemen ze het zelf. Ah, ja. Maar vanaf dit jaar is het echt is er geen ontkomen meer aan. Vanaf dit jaar zijn ze echt helemaal verplicht om over te stappen naar herbruikbare bekers. Ja, Tomorrowland was wel nog gevraagd om zo'n uitzonderingen, maar die hebben ze dan niet gekregen? Nee, die waren blijven vragen voor een uitzondering, maar die hebben die niet gekregen. Oké. Nu, hoe pakken de festivals dat dan aan? Pukkelpop bijvoorbeeld, hoe doen die dat dan dit jaar? Wel, bij Pukkelpop, daar krijg je eigenlijk... Als je binnenkomt, dan ga je 2 eco-coins krijgen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een soort van muntje dat je gaat krijgen. Zoals de bonnetjes, ja. Ja, en wanneer dat je dan je eerste drankje gaat halen, dan geef je zo'n eco-coin af en dan krijg je een beker. Ja. Wil je even niks drinken en wil je van die beker vanaf, dan ga je die beker terug afgeven en dan krijg je de eco-coin terug in ruil. Ja, nu... Hoe pakken ze dat dan aan? Is dat dan met wasstraten en zo? Want dat moet allemaal toch gekuist worden. Dat moet toch allemaal hygiënisch blijven, denk ik. Ja, dus omdat dat eigenlijk veel te moeilijk is om het allemaal te wassen op het terrein zelf. Hè, omdat dat eigenlijk veel te... Ja, dat gaat, voor een festival als Pukkelpop gaat dat over 2 miljoen bekers dat ze moeten voorzien. Mm-hmm. Daar is geen plaats voor om op het terrein zelf allemaal te wassen. Er zijn ook extra koelboxen nodig achter de toog. Dus dat is heel veel extra plaats dat inneemt. Ja, want die moeten gekoeld, getransporteerd worden. Ja. Ja, dat is omwille van de hygiëne dat die begint dat bier niet te gisten. Dat soort zaken. Dus daar komt wel wat bij kijken. Ze hebben het ook over 200 extra personeelsleden die daarvoor in staan, of vrijwilligers in het geval van Werchter. Mm-hmm. Dus daar komt wel wat bij kijken en ze werken daarvoor samen met externe firma's. Ah, ja. Maar je hebt dus firma's die daar specifiek op richten en die daar dan eigenlijk een soort van externe car wash eigenlijk hebben voor die bekers.
Wij hebben een uitzondering aangevraagd bij de minister, omdat wij heel graag dit jaar nog willen gebruik maken van de resterende stok bekers die we nog hebben. Dat gaat over 3 miljoen recycleerbare bekers die nu momenteel nog in onze magazijnen staan en die we graag eerst willen opgebruiken op het festivalterrein. Maar sowieso zijn we ervan overtuigd dat we in de toekomst een goede oplossing gaan vinden. Maar gewoon de regel volgen zoals ze nu staat voorgeschreven, van hup, alles op herbruikbaar in eenezelfde beker, een wasstraat ergens installeren op 50 tot 100 kilometer van buiten het terrein, extra transport, dat is niet haalbaar. Of dat gaat zeker niet het resultaat geven dat de minister voor ogen heeft. Ja, we hoorden Debbie Wilmsen, woordvoerder van Tomorrowland. Ja, ze stelt zich vragen bij die herbruikbare bekers. En opvallend, Tomorrowland is niet van plan om het dit jaar anders te doen. Nee, inderdaad. Ik had daar even opgebeld om te vragen van ja, welke maatregelen treffen jullie deze keer? Ja, nu het moet. Ja, ja, nu het moet. En nu ze voor de derde keer eigenlijk hebben te horen gekregen dat er geen uitzondering komt. Maar ze gaan zich niet aanpassen. Niet? Dus, niet, nee. Ze gaan deze keer nog hun stok opgebruiken van bekers die ze nog hebben. Omdat ze ook niet geloven in het milieuvriendelijke verhaal, zeggen ze zelf. Zijn er geen risico's aan verbonden dan? Minister van de Omgeving, Zoël Demir, de Vlaams minister, die heeft aangekondigd dat een boete kan opleveren van maximaal 2 miljoen euro. Dus okay. dat is wel een stevige boete. Ja, maar Debbie Wilmsen heeft mij gezegd dat ze dat risico zullen nemen. Oké. Dus, ja. Dus ze hebben nog een grote stok. Ze hebben nog 3 miljoen recycleerbare bekers over. Dus die willen ze eerst opgebruiken. En in Camping Dreamville en de VIP en de Backstage gaan ze wel met herbruikbare bekers werken. Terrein nog niet. Nu, Debbie Wilmsen die stelt zich vragen bij de milieuvriendelijkheid van die bekers. Zijn er bedenkingen terecht? Wel, ik heb die vraag gesteld aan een aantal experts. Mm-hmm. Want ze zeggen ook, de andere festivals doen dat trouwens ook. Hè. Dus ja. Werchter stelt die vraag ook. Pukkelpop ook. Dus iedereen maakt diezelfde bedenking. Ze zeggen ook dat er geen afdoende studies zijn die vergelijking maken. En is dat zo? Het is een heel dubbel verhaal. Mm. Want je hebt aan de ene kant heb je een onderzoek van OVAM. Mm-hmm. Dat zegt dat vanaf het moment dat zo'n herbruikbare beker 10 keer gebruikt wordt, dat die dan milieuvriendelijker is dan een wegwerpbeker. Okay. In Nederland, een Nederlands onderzoek dat vergelijkbaar is, die zegt dat het al beter is vanaf 5 à 7 keer. Gebruik van zo'n beker. Mm-hmm. Dus dan zou je denken van dus dat is een beter alternatief. Maar ik heb een aantal experts gesproken en die zeggen dat eigenlijk die studies eigenlijk niet zo heel goed zijn. Waarom niet? Wel omdat eigenlijk zo'n levenscyclusonderzoek, want zo heet dat eigenlijk, mm-hmm. dat is heel moeilijk om te doen, omdat je met heel veel verschillende factoren moet gaan rekening houden, met heel mm-hmm. veel verschillende variabelen. Mm-hmm. En dat eigenlijk bijna niet te doen is. En over welke variabelen hebben we het dan? Wel bijvoorbeeld, stel dat je gaat het transport in rekening houden. Mm-hmm. Dat is een groot ding, hè? Dat transport, dan denken ze dat dan nog het milieu dan meer zou schaden. Als ze dat zouden doen. Bijvoorbeeld het transport naar die wasstraten dan. Hè. Maar het transport naar die wasstraten, dan wordt er gekeken naar fossiele brandstof. Mm-hmm. Maar, zegt bijvoorbeeld Karin van Doorslaar, dat is een prof duurzaam materialenleer en een ecodesign van de Universiteit Antwerpen, die al heel vaak onderzoek heeft gedaan naar onder meer die herbruikbare bekers. Mm-hmm. Zij zegt van men heeft het dan daarover. Maar als we kijken, transport wordt heel snel veel meer elektrisch. Dus mm-hmm. dan dat evolueert ook heel snel. Hè. Yeah. Dus die impact van transport. Maar men focust dan bijvoorbeeld op het transport naar die wasstraten. Ja. Maar die wegwerpbekers die moeten ook getransporteerd worden, hè, naar het terrein bijvoorbeeld in eerste instantie. Dus dat is ook een factor die meespeelt. Mm-hmm. Maar zij zegt van vanaf het moment dat als zo het transport naar die wasstraten, als dat niet verder is dan 150 à 200 kilometer, mm-hmm. dan is dat eigenlijk altijd een betere optie dan een wegwerp. Ja. Maar er zijn nog zoveel andere factoren, want men heeft het dan ook over het waterverbruik bijvoorbeeld bij... Ja, die bekers moeten gewassen worden. Ja. Je zou denken, hè, elke keer warm water gebruiken om die bacteriën weg te krijgen, dat is dan ook niet milieuvriendelijk. Maar in het recyclageproces wordt er ook heel veel water verbruikt. Okay. En daar heeft men het dan niet over. Zij zegt van die mensen van die festivals, die gaan altijd uit van eigenlijk het worst case scenario over herbruikbare bekers en mm-hmm. eigenlijk de best mogelijke versie van recyclage. Ah, en die vergelijken ze dan met elkaar om dan te zeggen van zie eens hoe slecht herbruikbaar is en zie eens hoe
geweldig goed recyclage is. Terwijl eigenlijk, zo werkt het helemaal niet. Nee. Zij zegt van, ja, het is eigenlijk een mindshift dat we moeten maken. Een andere mentaliteit dat we moeten hebben. Waar dat we gewoon moeten afgaan van die wegwerpmaatschappij. En moeten veel meer meegaan in een circulaire logica. Circulair, dat wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk de keten gaat sluiten. Hè, dat je eigenlijk gaat proberen om zoveel mogelijk dingen te hergebruiken en zelfs die herbruikbare bekers op het einde ook te gaan recycleren. Hè? Dus ja. Dat is inderdaad zo'n bedenking die Debbie Willemsen bijvoorbeeld ook maakte, van ja, het feit dat ze maar één keer per jaar zouden worden bovengehaald, die bekers. Ja. Dat klopt dus ook niet? Of? Goh, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Ideaal zou zijn dat je die dan bijvoorbeeld het ene weekend kan inzetten op Tomorrowland, het andere weekend op Pukkelpop. Mm-hmm. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Hè? Je kan het op heel veel andere manieren aanpakken zonder dat je per se daarom die bekers moet gaan weggooien. Om eerlijk te zijn, het verbaast me eigenlijk dat festivals zoveel weerstand bieden. Ze proberen er wel elk hun eigen draai aan te geven, maar hoe komt dat eigenlijk dat ze die ecologische uitstraling toch niet helemaal laten zien? Wel, het is natuurlijk wel een heel dure operatie. Mm. Ik had Lomme Valkeneers aan de lijn, dat is een woordvoerder van Extrema Outdoor. Ja, ook een heel populair festival. Ja, die hebben de aftrap gegeven en zij hebben al de omschakeling moeten maken. Het heeft wel veel meer. Bij hen heeft het al meer dan 100.000 euro extra gekost om dat te doen. Ze wilden geen exacte cijfers geven, maar zeiden van ja, het is veel meer dan 100.000 euro extra om dat te doen. Mm-hmm. En dat is ook logisch dat op zich dat die meerprijs er is. De prof van de Universiteit Antwerpen die verwoordde het ook zo. Ze zei van ja, als je een beker gaat recycleren, de kost van die recyclage die valt op de maatschappij. Hè. Dus ja. Als festival moet je alleen maar betalen voor de inzameling van de bekers. Mm-hmm. En dan voer je die af naar de container. En uiteindelijk is de intercommunale die gaat recycleren. Ja. En als en maatschappij. Dan voor betaalt. Ja. En wij betalen daar allemaal voor met ons belastinggeld, mm-hmm. om het zo te zeggen. En terwijl als je die bekers moet gaan afwassen als festival, dan is die volledige kost is voor jou. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel het groot verschil tussen de kost van recycleren of de kost van herbruikbare bekers. Ja, en Extreme Outdoor is ook wel een kleiner festival dan Tomorrowland. Ja. Die ontvangen honderden duizenden bezoekers elk weekend. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel gewoon heel hard oploopt. Ja, terwijl Extrema, ja, die hebben 20.000 op vrijdag, 30.000 in het weekend. Ja, dat is maar een deel daarvan. Hè. Mm-hmm. Dus voor Tomorrowland zal dat inderdaad fel oplopen. Dus zij zullen waarschijnlijk hebben becijferd dat dan misschien het risico op die boete misschien niet opweegt tegen de grotere investering. Ja, anderzijds zou je kunnen denken, waarom kan zo'n festival dat dan wel ontwijken en een kleiner festival niet? De Gentse Feesten bijvoorbeeld, die doen het ook, hè? Ja, ja, en met alle miserie van dien, hè? Want zo'n groot festival, dat is een afgesloten terrein. Daar kun je met je beker uiteindelijk nog gemakkelijker, om het zo te zeggen, naar de inzamelpunten. Mm-hmm. Terwijl bij de Gentse Feesten, ja, daar zit je met cafés, met verschillende pleinen. Kleine straatjes. Ja, dat is veel, veel ingewikkelder uiteindelijk om daar een systeem te vinden dat voor iedereen gemakkelijk is. Hetzelfde als carnaval heeft het ook gedaan dit jaar. Mm-hmm. Dat is op zich is dat veel complexer, denk ik, dan voor zo'n grote organisatie. En die doen het ook allemaal. Ja, ja, ja. Dus we moeten er uiteindelijk allemaal door, denk ik. Het is nu eenmaal zo. Ja, en om de voordelen ervan in te zien, je had het daarnet over Extreme Outdoor. Die waren ook wel een beetje geschrokken van hoeveel bekers ze terugkregen, toch? Ja, ze hebben deze week nu hun balans opgemaakt. En zij hadden uiteindelijk, ze waren zelf sceptisch vooraf, mm-hmm. maar ze hebben uiteindelijk bijna 93% van de bekers teruggekregen. Dus okay. Ze zeiden van ja, uiteindelijk was het veel beter dan we hadden gedacht. Ja, veel mensen die toch de moeite doen om het terug te brengen. Ja, ja, toch, ik blijf er mijn vragen bij stellen. Hè? Want wat met het randje? Drentje rond uw beker. Ja. Als ik iets in mijn tas wil rommelen of ik wil een sms'je sturen van ik ben u kwijt, waar ben je? Ik kan mijn bekertje niet meer in mijn mond steken. Nee. Er zijn zo van die kleine dingen, hè. Kleine voordelen die we kwijt zijn. Hè. Ja. Dus, het is inderdaad wel een aanpassing. Hè. Ja. En ik vind ook van ja, je kunt niet de lege beker niet in je zak moffelen of ja. Zo. Je zit ermee. Of als je een groep vrienden wilt gaan trakteren, moet je dat echt gaan beginnen met eerst alle bekers te verzamelen. Ja. En als je naar het wc gaat en je wilt onderweg rap trakteren, moet je dan echt ja, 10 keer zo'n beker betalen. Dus, ja. Onderweg rap trakteren, ja, dat heb ik nu niet veel meegemaakt. veel in de rij gaan staan vooral, denk ik. Maar goed, het valt een beetje af te wachten, denk ja, ik. Het is wel een aanpassing, ja, denk ik. Denk ik ook wel. Maar bon, ik snap wel dat de aanpassing er ook is. Aan de andere kant,
het is ook wel een beetje absurd, hè, dat gans idee van... Ah ja, als je even herinnert dat gekraak van al die bekers onder u... Ja. We hebben al zoveel gelezen over plastic in de omgeving. En hoe we dat de wereld moeten uithelpen. Ja, ja, het kan maar één stap zijn van velen. Ja, dus ja. We zien het wel, inderdaad. Dankjewel, Kim, om even langs te komen vandaag en dat te komen toelichten. Dat is heel graag gedaan. Heb jij je ooit afgevraagd of jouw collega echt meer verdient dan jij? En moet je als zelfstandige zoveel mogelijk kosten maken? Kunnen we de feiten van de fabel scheiden? Je komt het allemaal te weten in de podcast van VGD. Feit of fabel, jouw ondernemersvragen uitgeklaard. En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Saar. Het was even schrikken vanmorgen, hè, toen ik het las. Een zware explosie in Hoboken. Wat is er gebeurd? Ja, echt een hele ravage. Vanmorgen om 7 uur is er een gebouw ontploft eigenlijk. Grotendeels ingestort. Tweede en derde verdieping echt volledig weg. Op het moment van onze opname weten we dat er al zeker 1 dode is en minstens 3 zwaar gewonden. Okay. De hulpdiensten zijn daar nog altijd aan het werk. De beelden zijn echt wel indrukwekkend. Je kan je wel voorstellen dat er misschien nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Ja, het lijkt me niet evident om te zoeken daar. Nee, dat is het zeker niet. Net omdat het gebouw nog zeer instabiel is. Mm-hmm. Er zijn wel honden ingezet, reddingshonden. Maar de brandweer zoekt wel naar manieren om eventueel tot onder het puin te geraken. Mm-hmm. En ook naar de oorzaak is nog een beetje zoeken. Er wordt vermoed dat het om een gasexplosie gaat, maar dat moet nog bevestigd worden. Dan heb je nog nieuws over de Rode Duivels, want die zijn in Duitsland aangekomen. Die zijn inderdaad in Duitsland aangekomen. Gisteren was de eerste training. Ja? En Hoe is die verlopen? Fantastisch. Ze zitten in Freiberg. Dat is zo'n klein stadje in het oosten van Duitsland. En bleek dat daar al een heleboel supporters, Duitsers, op hen stonden te wachten met Belgische vlaggetjes. Ja, moeten die niet voor de Mannschaft supporteren? Die in Freiberg blijkbaar niet. Die zijn zo blij dat de Rode Duivels daar komen supporteren. Dus waar Lukaku aan het roepen en Witzel en zo verder. En het was eigenlijk een gesloten training, maar ze hebben er een open training van gemaakt, net omdat de sfeer zo goed was. Oh, dat is keileuk. Ja, dus iedereen kon blijven kijken. Vandaag hetzelfde. Vandaag is het ook een open training. Wordt er al 1600 man verwacht. Stonden daar schoolkindjes aan te schuiven tof. En zo. Dus ja. De sfeer zit goed. Inderdaad. Ja, die zien het helemaal zitten voor het EK. En nu de verwachte, de verhoopte, de vierde gouden medaille voor de Belgian Tornadoes op een Europees kampioenschap. België, Europees kampioen. En dan heb je nog nieuws over een ander EK. EK atletiek. Wat kan je me daarover vertellen? Ja, gisteren een slotdag. Mm-hmm. En het was sowieso al een fantastisch EK voor de Belgen daar. Zeker. We hadden al 2 gouden medailles gehaald, een bronzen. En gisteren kwamen daar ineens op die slotdag nog 3 medailles bij. Oké, vertel. Wie heeft er allemaal een... Ik heb er naar gekeken, maar je mag het ook aan de luisteraar vertellen. Wie heeft er nog een... Aan het doen alsof je het allemaal niet gezien hebt. Nee. Wie heeft er medailles binnengehaald? Ja, dus goud voor de Belgian Tornadoes. Heel straf. Voor de zoveelste keer, kan je al zeggen. Die blijven maar echt wel top in Europa, maar ook in de wereld. Ja, Alexander Doom. Alexander Doom maakte het af. Eigenlijk liepen ze heel soeverein naar de zege. Zijn ze nooit echt bedreigd. Mm-hmm. Zilver was er voor Jochem Vermeulen. Ja. Die naam zal je waarschijnlijk niet echt kennen. Nee, klopt. Nee. Ik kende hem ook niet. Maar die liep de 1500 meter, was opgevist om toch nog de finale te lopen, omdat er iemand was uitgevallen. En die spurte in de laatste 100 meter gewoon iedereen voorbij. Even een nieuwe adem gevonden. Ja, dat was ongelooflijk fantastische beelden ook. Hij had het totaal niet verwacht, maar hij was niet meer te stoppen en hij liep iedereen voorbij. De vierde was trouwens ook een Belgier, Ruben Verheijden. Ja, die viel net naast de medailles. Naast de medailles, maar ook wel echt straf. Mag ook wel naar Parijs, hè, had ik begrepen. Ja, inderdaad. Mag ook naar de Olympische Spelen in Parijs. En dan de derde medaille was er voor de Belgian Cheetahs. De 4x400 meter voor de vrouwen. Die ook al heel vaak zo net niet die medaille haalden. En nu eindelijk wel. En daar waren ze echt enorm blij mee. Dat was heel duidelijk. Superleuk. Ja. Die zijn helemaal klaar voor de Olympische Spelen dan. Inderdaad. Ik ga alvast mee supporteren. Merci Bert om dat even te komen toelichten. Graag gedaan. En morgen zijn we weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.